Dit is een sollicitatie-editie van NOS op 3 van maandag 1 juli. Wat maakt Alexander de geschikte presentator? En wat is zijn ervaring? Goedemiddag. Elke media heeft zijn eigen verhaal. Dat is een van de leuzen die te lezen is op de website van Alexander Heeren. Al enige jaren is hij actief als presentator en als mediaproducent, waarbij het overbrengen van het verhaal vooraan staat. Het verhaal overbrengen is voor Alexander zeer belangrijk. Zo heeft hij naast presentatie ook ervaring in onder andere montage, tekstschrijven en interviewen. Nu NOS op 3 op zoek is naar een nieuwe presentator, geeft Alexander dat de mogelijkheid om deze talenten tentoon te stellen. Ja, en of Alexander door NOS op 3 gezien wordt als geschikte kandidaat, dat is nog even afwachten. De verwachting is dat er volop gereageerd gaat worden op deze vacature. Maar Alexander geeft hierbij aan niet bang te zijn voor de concurrentie of het feit dat de voorkeur uitgaat naar een vrouw. Hij zegt volle vertrouwen te hebben in de beslissing van NOS op 3. Een presentator die ervaring heeft in autocue-presentatie, studio-presentatie, interviewen en tekstschrijven. Het is een welkome toevoeging voor NOS op 3. En dat Alexander in al deze facetten ervaring heeft, dat zou best wel eens in zijn voordeel kunnen werken. Begonnen bij de AVRO met ENG-programma's, deed Alexander ervaring op in tekstvoorbereiding en interviewtechnieken. Een paar jaar later bij de V Academy werd zijn kennis voor het presentatievak verder uitgebreid en leerde hij zelfs de essentie van formatontwikkeling. Dit mondde uit tot een programmapitch voor onder andere mediamagnaat John de Mol. Alexander zette zijn presentatiewerk door en presenteerde vele educatieve programma's. Ook ontwikkelde hij meer gevoel voor tekst door zijn voice-over werk. Opgedane kennis combineert hij met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en oprechte interesse in andere mensen. Alexander denkt vooral bij te kunnen dragen door zijn brede vakkennis, zijn creativiteit en het feit dat het een harde werker is. Ja, we zitten er doorheen. Dat was het voor nu, deze sollicitatie-editie van NOS op 3. U kunt meer informatie over Alexander vinden op zijn eigen website en natuurlijk op social media. Hij hoopt van u te horen. Nog een hele fijne dag.